meestal klinkt, waar ik voor zal gaan dan in een steamer. Alle gasten, alle gemeenteleden, van harte welkom. Vandaag zelfs een fijne organisten, waar zie je dat nog? Jan, Ronald, Arjen, Jaap en Arjen. Vandaag is het feest. 110 jaar. Hoort het woord des Heren. Dat waren de woorden die 110 jaar geleden boven in de gevel van de Schuitstraat ingemetseld werden. Hoort het woord des Heren. 110 jaar. Dat zijn vele generaties. Generaties kwamen, generaties gingen. Medikanten kwamen, medikanten gingen. Maar als een rode draad bleef daar boven op die gevel staan, hoort het woord des Heren. En na 110 jaar mogen wij dat nog steeds met elkaar beleiden. Deze dienst zal een ander trekje hebben dan normaal u verwacht, dat u normaal verwacht. Laat u verrassen. Toen wij als commissie bezig waren met de voorbereidingen, waren we aan het nadenken, hoe kunnen we dat nou in het vat gieten? En toen kwam kerst. En wat doe je dan? Kijk wat er allemaal gebeurt. En van kerst kwamen we een beetje op de Christmas Carol. De geest van het verleden, de geest van het heden, de geest van de toekomst. Nou wordt het absoluut geen Christmas Carol, maar toch die twist willen we maken. Verleden, heden, toekomst. Na afloop van deze dienst bent u natuurlijk hartelijk welkom om achter uw kerk met elkaar koffie te drinken. Koffie met een tractatie. En straks aan het eind van de dienst willen we ook de deuren van de kerk wagenwijd openzetten. Omdat wij vinden dat wij hier na 110 jaar nog steeds de missionaire en de kerk in de buurt mogen zijn. Dus misschien vindt u het misschien te mis, maar we vinden het belangrijk dat wij in de open kerk juist vandaag mogen zijn. Hoort het woord des Heren. 110 jaar geleden en nog steeds vandaag nog actueel. Niet alleen hier, maar ook in Aleppo. Maar ook in Hoenen, maar ook in Canada, ook in Tjaat, hoort het woord des Heren. We zijn als gemeente één, verbonden in Jezus Christus. Ik mag u namens de kerkraad een hele gezegende dienst wensen.
We willen de goede stil worden op ons hart open te stellen voor onze God. Daarna zult u zijn naam beloven. Voor sommigen al een leven.
thuis, maar toch al vertrouwd. Heer, we danken u dat we hier mogen samenkomen in uw naam en dat u ons daarbij wil komen, onder ons wilt zijn, door uw woord en geest. En we weten ons op deze zondag verbonden met hen die ons hier zijn voorgegaan. En we weten ons gezegend dat wij op onze beurt hier mogen zitten, mogen zingen, bidden en luisteren naar uw woord. En we hopen ook dat er in de toekomst steeds weer nieuwe mensen zullen zijn die in dit huis u de lof zullen toezingen. En dat uw naam hier verheerlijkt mag worden. Want u bent dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Heer onze God, wees ons nabij. Hier in de kerk en bij allen die vandaag in onze stad, of waar ook dan ook, bij elkaar komen in uw naam. Dat uw woord open mag gaan. Dat we naar uw woord mogen leven. Tot eer van uw naam. Kom dan, o God, en raak ons aan. Door uw geest. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de jongste meisjes in de kerk naar voren vragen, want samen met elkaar gaan we een lied zingen. Thank you.
wil graag uw Ada uitnodigen en naar voren brengen. Want onder elk kopje verleden heden door hebben we ook een aantal mensen uitgenodigd die een wortel hier hebben, die pas nieuw zijn hier. En Ada, ik kan zeggen, jij die wortels hier in de kerk hebt. Hoe lang ben jij getrokken bij de Noordkerk? 70 jaar. 70 jaar, ja. En hoe ben jij hier terechtgekomen, 70 jaar geleden? Nou, als baby. Ik ben hier heel snel gedoopt. Er was mijn moeder volgens mij niet bij, dat weet ik niet meer. Maar het is mij verteld. En mijn vader is hier gedoopt. Mijn opa heeft de kerk zien bouwen. Heeft met de eerste steden meegetaald. Dus ja, het is zo'n stukje van mij. Betrokken. En als jij dit aan het verleden terugkijkt, naar jouw jeugd hier in de kerk, wat voor herinnering komt er bij je boven? Waar denk je aan? Nou, ten eerste een bomvolle kerk, waar je allemaal kon zitten af en toe. Je moest je jas aanhouden, want het was niet warm. En toen was ik al ouder en dan hadden we diensten eerst en daarna zondag. En dat was bij meeste groepsgesprek. En toen kwam ik ooit in de kerkraad en daar was meneer Christijn weer. Dus dat vind ik heel bijzonder. En nu is het er weer. Dat vind ik heel erg leuk. En jij gaat een stukje voorlezen uit Psalm 84. Het gedeelte wat ook gelezen werd op de opening, bij de opening van deze kerk. Dat was toen woensdagavond, 19 december 1906. Dit gedeelte werd toen gelezen uit de Statenvertaling. Ada gaat het lezen, heeft een Statenvertaling bij zich. En aansluitend op de lezing zingen we het lied wat ook in die openingsdienst gezongen werd. Psalm 116, vers 11. Het werd toen niet wit iets gezongen op hele noten. En ook dat willen we dan met dit lied doen. Ga liggen. Thank you.
onze Heer Jezus Christus. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt van verlangen naar het voorhoofd des Heeren. De woorden die Ada voorlas klonken 110 jaar geleden hier in deze kerk. Toen een overvolle kerk, gemeenteleden, de architect met zijn staf, de burgemeester van Den Haag als eregast. Er was heel veel aan die openingsdienst vooraf gegaan. De gereformeerden in dit deel van de stad kerkte tot dan toe in kerkgebouwen aan de Nobelstraat en aan de Bazaarlaan. De gemeente groeide, kerkgebouwen werden te klein. Vandaar het plan om een nieuw groot kerkgebouw neer te zetten, ter vervanging van de twee anderen. In 1905 werden de plannen gesmeed, een inzamelingsactie op touw gezet. Grote en kleine giften kwamen er binnen, schreef men in de kerkbode van toen. Guldens, maar ook halve centen. In maart 1906 werden de fundamenten gelegd en op 19 december 1906 dus de kerk geopend. En de aanwezigen waren opgetogen. Dankbaar, nieuwsgierig, rondkijkend, het rook nog nieuw. Hoe hebben die woorden van Psalm 84 toen die avond hier geresoneerd in deze kerk? Hoe hebben ze de mensen geraakt? De dichter van het Psalm ziet van het sterke verlangen dat hij voelt als hij denkt aan Gods huis, aan de tempel in Jeruzalem. Het is een verlangen om bij God te zijn, om hem te ontmoeten. Een verlangen dat nauw verbonden was met de plek, met de stad Jeruzalem en het gebouw de tempel. Natuurlijk is God niet aan één plaats gebonden. God is overal, onder de blote hemel. Hij is om ons heen. En toch verbindt die God zijn naam aan bijzondere plaats, waar zijn aanwezigheid nog duidelijker manifest is. Het gebouw, de tempel in Jeruzalem, bracht de pelgrims in een bepaalde stemming. Die kwam de poort door, het grote tempelplein op, een volgende poort en dan het eigenlijke tempelplein en dan zag je het heilige. En zo werd de bezoeker als het ware voorbereid op die ontmoeting met God. Toen deze Psalm 84 gelezen werd, die openingsdienst toen, hebben de mensen zich in dat verlangen van die dichter herkend, opgetwijfeld. Want dat fonkelnieuwe gebouw waarin ze zaten, was een huis van God, een plek aan hem gewijd, waar God zijn naam aan verbond. En zo kwamen die eerste bezoekers door de deuren binnen. Door het portaal, dan in die enorme kerkzaal, met het verlangen om God, de God van Israël, te ontmoeten. Dat was 110 jaar geleden. En hoe klinkt de psalm nu? Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer der Heerscharen. De kerk van toen is nu een oud gebouw. En de verf is hier en daar gebladd. Kijk maar om je heen. En in de banken, als je in de banken zit, dan zie je dat er wat kras en wat muts in zit. En toch is één ding gelijk gebleven. Het meest wezenlijke. Namelijk dat dit het huis is waar God zijn naam aan heeft verbonden. Het huis waar zijn woord over gaat. Waar zijn zoon wordt verkondigd, waar de geest ons omringt en de diensten worden gevierd. En waar nog steeds mensen komen, u en ik, met het verlangen, hetzelfde verlangen als de dichter van toen, het verlangen om de Heer hier te ontmoeten. Amen. Thank you.
gaat er allemaal tussen. Alle dingen die bij het heden passen. En Marjan, ik heb jou ook met geloof onder dit kopje, het heden. Dat is een vraag van hoe lang ben jij al betrokken bij de morgen? Ruim 20 jaar. Hoe ben jij hier 20 jaar geleden terechtgekomen? Binnengelopen. En toen is onze jongste dochter hier genoemd en we zijn hier gebleven. Als je nu kijkt naar het heden van ons kerk zijn hier in de Noordkerk, is er iets wat je in het bijzonder aanspreekt, raakt in de manier van waarop wij kerk zijn dan daar? Ja, daar heb ik over nagedacht, over die vraag. En er zijn een paar dingen die je opkomen. Om te beginnen, wat ik opvalt hier is dat er oog is voor andere mensen. En dat spreekt me heel erg aan, dus oog voor elkaar onderling, maar ook mensen die verder van ons afstaan. En ja, dat vind ik heel mooi. En het tweede woord wat ik opvang is dat er ruimte is. Ruimte om met je geloof bezig te zijn. Om daar na te denken, om daar openheid te bespreken. Ook door de prediker die er zijn, kun je soms opeens dingen in alle licht zien. En dat vind ik mooi. Dankjewel. Je hebt niet wat meer vertellen over die dingen. Kijk, het is wel heel mooi wat je verteld hebt. We gaan naar jou luisteren. Jij gaat de volgende verse uit Psalm 84 lezen. Nieuwe Bijbelvertaling, dus de Bijbelvertaling die we meestal in onze diensten gebruiken. En daarna zingen we, ja, dat was daar, gaat deze. Daarna zingen we Psalm 116, vers 8. Nieuwe bereiding, dit is. Psalm 84, vanaf vers 6. Gelukkig die bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, verander voor hen in oase. Rijk is regendaald als regenweer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van jou. Waarom doe ik dit allemaal? Waarom pijn ik me zo af? Had ik niet beter thuis?
met zulke daden meegemaakt, door en droog en vol tranen. Ook voor ons kan het zijn dat onze geloofsweg door van dal gaat, als het leven tegenzit, als er zorg op je pad kan, als verdriet je deel is, als je afvraagt waar is God. Niet alleen een individuele helping zal dat ervaren hebben, maar ook als gemeente kunnen we door moeilijke tijden gaan. De kerk is in de marge van de samenleving terechtgekomen. De wereld om ons heen is meer en meer geseculariseerd. Gemeenten worden kleiner. Het wordt lastig om de kosten te dragen. En her en der in onze stad worden kerkgebouwen afgestoken. Pijn en verdriet. Een dal van tranen. Maar zingt de dichter van de psalm dat dal van tranen verandert voor hen in een oase. Oase. Dat is het tweede woord wat me opvalt. Een oase is een plek van rust in de woestijn. Van verse bronwater. Groene bomen. Waar je op adem mag komen. Je op mag frissen en bij mag denken. Dat door het dal wordt het tot een oase voor hen die te midden van die dorheid het zoeken bij de Heer. Hun kracht van hem verwachten. God schenkt zijn nabijheid, zijn kracht, woord en geest. En dat doet de pelgrims op adem komen. Geeft frisse moed, zodat ze verder kunnen trekken, hun einddoel te vermoeden. We herkennen ongetwijfeld allemaal iets van de tranen. Maar herkennen we ook iets van de oase? Is deze kerk een plek om op adem te komen, om bij te denken? Welt hier vers bronwater uit de grond. Het kan zomaar gebeuren wanneer we ons richten op onze God. Om bij hem onze kracht te zoeken. Zingend, biddend, stil zijn, lezend uit Gods woord. Wanneer dat gebeurt in dit kerkgebouw, dan kan er zomaar door zijn geest water opborrelen. Dan zien we hier in dit gebouw groen en palmenbuim. Een pleisterplaats waar de woorden van de dichter werkelijkheid worden. Gelukkig de mens die zijn toevlucht zoekt bij u. Amen.
dit een kerk is, maar het is een plek voor mij om thuis te komen. En het is een, ik vind het nodig dat ik een gemeenschap waar ruimte is voor iedereen. Met zijn eigen leuke dingen, zijn minder leuke dingen, zijn waardigheden. Maar er is plek voor iedereen. En dat vind ik zo fijn in ieder geval, dat wat de toekomst ook nog brengt, dat ik dat altijd vast weet te houden. Prachtige droom. Nou, ik denk dat we allemaal ons bij kunnen aansluiten. Hartelijk dank. En jij gaat gedeelte lezen, de laatste stukje van Psalm 84, en dan uit de Bijbel in de gewone taal. En aansluitend zingen we uit het nieuwe lied. Een lied dat echt voor velen een nieuw lied zal zijn. Het is een bewerking van Psalm 84 in de versie van Psalm voor nu. En was het goed? Arie speelt, jij speelt het zo in de piano. Arie speelt het een keer voor. En u hebt allemaal een briefje met daarop de complete met de muzieknotatie in handen. En de muzieknotatie, de noten erbij, helpt, geeft een extra steuntje om het goed te kunnen zien. Maar we gaan eerst luisteren. Ik ben voor één dag in uw tempo, dan 1000 dagen ergens anders. Ik ben liever buiten, bij de deur van uw huis, dan binnen, bij slechte mensen. Heer onze God, u leidt ons, u beschermt ons. U bent goed voor ons, u maakt ons sterk. U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt. Machtige Heer, gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u. Thank you.
Het is maar een gebouw. Het zijn maar stenen. Het gaat toch om het geloof in God, om de geloofsgemeenschap. Dan kun je het gewoon beleven in een aula, een school, een zaaltje van het wijkcentrum, of in een huiskamer, of in de open lucht. Het is maar een gebouw. Dat hoor je vaak zeggen wanneer er een kerkgebouw gesloten moet. En dan denk je, natuurlijk, het is waar, het is maar een gebouw, het bestaat maar uit stenen. En je kunt ook prima kerkdiensten houden in een aula van de school in de zaal van het wijkcentrum. En toch, in veel opzichten is dit meer dan zomaar een gebouw. Het is een huis dat met liefde is opgebouwd door mensen die er offers voor hebben gebracht. Ada refereerde er al even aan. Haar ouders, grootouders, hebben er aan meegewerkt. Een duit in het zakje gedaan. Veel mensen zouden een stevige duit in het zakje hebben gedaan als ze konden lijden, maar er zijn ook mensen geweest die elk dubbeltje moesten omdraaien en die dan toch een dubbeltje in de collectezak hebben gedaan om dit gebouw te kunnen betalen. Een huis met liefde opgebouwd. En het is een huis waarvan de muren al 110 jaar getuigen zijn geweest van vreugde en verdriet van honderden mensen. Hoeveel mensen zijn hier niet getrouwd? Hoeveel kinderen en volwassenen zijn hier niet gedood? Hoeveel mensen hebben hier niet belijdenis gedaan? Hoeveel mensen zijn van hieruit begraven? Hoeveel mensen hebben hier moeten getroost? Hoeveel mensen hebben hier hun verdriet kunnen verwerken? Inspiratie, God ontmoet. Natuurlijk kunnen de muren ook spreken van gekrakeel, van ergernissen, van pijn die mensen elkaar bezorgen en van harde woorden. Maar dat alles bij elkaar maakt dat het meer dan zomaar een gebouw van steen is. Je weet hier verbonden met degenen die er zijn voorgegaan, met hun geloof, met hun hoop, met hun liefde. We kunnen ons dan ook eens weer voorstellen dat die dichter zegt, liever één dag in uw huis dan duizend elders. Liever op de drempel van uw huis dan in de tenten der goddelozen. Ook al zou je niet verder mogen dan de drempel. Dat zou je verkiezen boven alles, omdat je staat op de drempel, in de opening van de deuren, toch nog iets meekrijgt van het feest. Met die mooie beelden drukte ik dat sterke verlangen uit om erbij te zijn in dat huisgebouw te voelen. En juist omdat de kerk meer is dan een gebouw, wil je niets liever dan dit gebouw doorgeven aan kinderen en aan hun kinderen, maar ook aan de mensen in de buurt rondom ons. Want enkel door zijn aanwezigheid hier in de straat is de Noorderkerk een getuigenis van de Heer, staand schouder aan schouder tussen de huizen, getuigen het kerkgebouw van de God die in zijn Zoon ons nabij gekomen is. En wat zou het prachtig zijn als dit kerkgebouw ook in de komende decennia een functie heeft voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor de buurt, openlijk. Een plek van bezinning en ontmoeting, van dienstbetoon, solidariteit, van vergeving en verzoening. We hebben de getallen tegen. We zijn een kleine groep in een gebouw dat veel onderhoud nodig heeft. In een geseculariseerde samenleving. Waarbij de hoeveelheid werk zouden we niet in de schoenen zien. Hoe lang redden we nog, vragen we ons mensen. Het is een vraag waar we niet voor weg mogen lopen. We moeten de realiteit onder ogen zien. En tegelijkertijd mogen we in het oog houden dat we een God hebben die niet in getallen denkt. De God die gelooft in kleine kracht. Een God die zijn kracht aan kleine mensen wil geven. Laten we als het gaat om de toekomst van onze gemeente en ook van het kerkgebouw op die God vertrouwen. Dat Hij ons leven leidt, ook ons kerkelijk leven. Dat Hij ons wegen wijst naar de toekomst. Amen.
deze dag bij elkaar komen. Laten we gaan staan. Deze spreken met elkaar. De geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus. Eén geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid. En in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerd wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in de Heilige, algemene en apostolische kerk, ik beleid één doop tot vergeving van de zonden, ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Zing nu, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Thank you.
voor al het werk dat de generaties voor ons hebben gedaan. Om deze kerk te bouwen en te onderhouden. De gemeente die er door de jaren heen zondag en zondag kwam om uw lof toe te zien. Heer, we danken u dat wij de vruchten daarvan mogen plukken van het werk van hun handen. Heer, we danken u dat wij op onze beurt hier de lof van mogen gaan halen. En wij bidden u zegen ons in ons werk als kerkelijke gemeente. Maar ook als gemeente in de buurt, dat we een open kerk mogen zijn voor mensen om ons heen. Gastvrij thuis voor mensen die zoeken naar u. En Heer, we bidden u voor elkaar dat u ons telkens opnieuw met dat verlangen wilt vervullen om u te ontmoeten, om u te leren kennen. Kom ons dan tegemoet, God, telkens opnieuw door uw Heilige Geest. En we bidden u om uw zegen voor onze gemeente en voor ieder die op welke manier ook een taak heeft. Wilt u ons allemaal vervullen met uw geest, opdat we met enthousiasme de toekomst tegemoet mogen gaan. Heer, wij willen u bidden deze zondag voor alle mensen die in de stad of Den Haag wonen of in andere steden een kerkgebouw moesten sluiten. Die zich onthemeld en de pijn met zich meedragen, dat zij een nieuw thuis zullen vinden. We bidden ook voor broeders en zusters in gebieden waar oorlog is, Syrië en Irak, ook in zoveel andere landen, waar kerken zijn beschadigd, zoals helemaal met de grond gelijk gemaakt. God, wilt u zijn bij uw kerk in die gebieden? Geef moed en kracht om in die moeilijke situatie staande te blijven. En te midden van de puinhoop de loszang gaande te houden. Heer, we bidden u voor de inwoners van Aleppo. Klem tussen strijdende partijen. God, dat er toch hulp mag komen. En we bidden dat ook voor zoveel andere steden in deze wereld. Ook bidden we voor Turkije, het land dat de afgelopen dagen getroffen is door bomaanslagen. Heer, we bidden voor alle pijn en verdriet die mensen daar ervaren. En we bidden ook voor elkaar, Heer. U kent onze vragen, onze zekerheden, onze twijfels. U weet van het verdriet dat wij met ons meedragen, van de zorgen die we hebben. God, wees ons daarbij. En ga met ons op weg. En houd ons vast. En zegen ons, zodat wij op onze beurt anderen tot zegen mogen zijn. Heer, in een moment van stilte willen we onze persoonlijke gedachten bij u brengen. Al onze gebeden, God, willen u samenvatten in het ene gebed dat u zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. En na de inzameling van de gaven zingen we ons het slotlied, lied waarbij de deuren naar de straat open zullen gaan. Lied 725. Wat? 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 W
Thank you.
een van die